Op het veld van DOS 37, een natuurveld dus. En dat op verzoek van de gasten uit Duisburg. Die in de derde Bundesliga nog lang mee hebben gedaan om promotie naar de tweede Bundesliga. Maar dat is uiteindelijk toch niet gelukt. Heracles Almelo speelde afgelopen week dinsdag nog een oefenduel in het eigen stadion tegen Telstar. Won toen vrij simpel van de eerste divisionist met 4-0. De eerste aanval gaat er aankomen en ook al direct een aardige kans voor Vincent van Meij. En deze man kan het keurig zien. Sylvester van der Water dus, met de vrije trap. En daar bijna de kopbal van Rijvoet. Van der Water doet het dan ineens. Maar Wijnkauf zag dat die bal over zou gaan en hoefde dus niet echt in actie te komen. Burgzorg dan. Burgzorg. En daar het schot en de redding. Bakish met de grootste kans van de eerste helft. Is handig. Dan de bal voor en dan is dit een grote mogelijkheid voor Heracles Almelo. Adriaan Seuken, de invaller. Van der Water. Moet naar binnen, glijdt dan uit. Breukers. Breukers krijgt die bal terug. Tim Breukers, schiet hem maar. Oh, net voorlangs. Dit zijn toch kansen. Van der Water. Breukers bij zich. Hieromheen gaat die bal voorgeven. En dan de kopbal en de redding. Ja, De La Torre met de kopbal. Heerlijke actie. Ja, ook goed diep trouwens hoor. Prima redding overigens. Hoekschop Heracles Almelo. Hoekschop genomen. Breukers kopt. En daar op de lat. Misschien nog Burgzorg. Ja, dat had meer verdiend, hè, dit. En weer een hoekschop. Van der Water. Prupper. En dan is hij binnen. Die bal is achter de lijn geweest. En zo daar toch wel de curieuze goal van Robin Prupper namens Heracles Almelo. Dat na 6 minuten in de tweede helft is op een 1-0 voorsprong komt. Nou, gezien de eerste 5 minuten, dan is het ook wel dik en dik verdiend hoor, nu. Maar we zeiden al, tempo is omhoog gegaan en de spelervatting en ze trainen er veel op. Maar Prupper, ja, maakt toch een hele goede voorbereiding. Alleen, dit zijn wel hele sneaky doelpunten. Bijna niet tegen het net aan ook nog eens een keer. Maar die tellen ook, hè. Dus nou, hartstikke leuk dat hij binnenkomt. Maar... En die ploeg krijgt wellicht een goede kans nu. En daar is de gelijkmaker. Van Sinan Karwijna. En dan is het 1-1 in de 70ste minuut van de wedstrijd. Ja, Brouwer voor het eerst weggeeft. Let op. Dit is de bal zomaar weggegeven inderdaad. Keurig hakje trouwens. En dan de volledig vrijstaande Karwijna die dan deze... Michael Brouwer verschalkt. De bal verlies en dan kan het weer gevaarlijk worden voor de Duitsers. Redding Brouwer, maar Engin mag wellicht in de rebound. Alleen zover komt hij niet. Van der Water, wellicht nog een actie en een kans voor Heracles. Sylvester van der Water, buitenom komt Breukers. En daar is het schot dat te zacht is. En bovendien terecht op de keeper van Adriaan Seuken. Hier komt Heracles dan aardig onderuit. Wordt er nog een overtreding gemaakt, maar wordt er ook gelijk gefloten door scheidsrechter Kamminga voor het einde van deze wedstrijd, die nu op 90 minuten staat.